weer niet dus. Salut! Januari van het jaar 2013. Heeft de kanselarij van de Beerbieters unaniem besloten dat over het riek van de Beerbieters zal regeren Prins Ben de Tweede! Ook lustigheid, stel eens voor aan het volk van Maastricht. Ik ben Ben de Tweede, Prins Ben de Tweede, sinds kort. En ik woon hier in Bulgaren, samen met mijn vriendin Anouk en mijn twee dochtertjes Sonne en Sterre. Wie heeft de kanselarijraad van de Beerbieters u benaderd een prins te doen? Ja, dat was eigenlijk een hele goeie. Ze belde mij met een flauw excuus, want ze hadden een of andere vereniging die wilde bij ons in het pand blijven logeren. En daarvoor wilden ze even langskomen om dat in zoor te praten. Dus, ja. Je voelt bij je geen natigheid? Tot een half uur van tevoren niet. Op een gegeven moment zou ik te eten, hier in tafel met mijn vriendin en mijn kinderen. En ik zeg, die zullen toch niet voor heel anders langskomen. En ja, inderdaad, toen achteraf bleek dat het geval te zijn. Ja. Meteen jokken zo? Ik word wel meteen enthousiast, absoluut. Maar dan moest het wel nog even doorpraten en kijken of het ook wel kent op een zaak die druk is. En, ja, met geveel worden we wel in één keer. Ja. Je zegt het al, een drukke zaak. Wat doet je in het dagelijks leven? We hebben samen een bed en breakfast. Dat runnen we hier in een voormalig klooster. Waar we veel toeloop van toeristen hebben. In de weekenden en door de week hebben we met zakelijke gasten die hier zitten. Die aan de A2 bezig zijn, wie iedereen dat weet. En daar wordt heel druk met. Ja. Wat vonden de gasten ervan? Die hebben in eerste instantie flink heel gelachen. Vooral de zakelijke gasten die door de week hier zitten. Want die kennen mij nogal. En de weekendgasten, de toeristen, die denken van oh ja, carnaval is binnenkort inderdaad weer. Dus dat lijft dat niet zo heel erg bij. Die komen meestal van Wietboven de rivieren. Want ja, het is niet te missen, S.H. Honkums even. Nee, het is nog wel heel duidelijk aan de gevel te zijn. Al die ballonnen die ophangen, ze hebben goed geseerd van de vereniging. Dus dat ziet er heel goed uit, ja. Trekt de koffies in Bulgaren. Trekt de koffies in mijn bloed. Trekt de octoboed in Bulgaren. Om de trommel los. Nu woont je heel apart in Bulgaren. Wat is dit pand vroeger geweest? Dit is een voormalig, dat was vroeger een klooster. Dus nu een voormalig klooster. En hier hebben een paar nunnetjes gewoond die een meisjesschool hadden. Want je hebt dat gans ingericht voor bed en breakfast? Ja, het grootste gedeelte is voor de bed en breakfast in gebruik. En hoe vroeger de kapel worden, dat is nu een woonhuis. Ja. Vandaar al die boezekjes in beeld. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Je woont in Bulgaren. Wat is jouw favoriet plekje van Bulgaren? Poeh, moet ik even nadenken. Het schoonste plekje vind ik eigenlijk wel als de Sluis Overkums rieën. En ik sta zo langs de Maas af naar de Sint-Servaasbrug. En zo al die bruggen achter elkaar. En dan zie je pas wie Schoonburg Haren liggen, vlakbij de stad. En toch dorps karakter gehouden, ja. Nu gaan we al die weken voor de vastelavond in. Wat verwacht je van die tijdenshoek lustigheid? Dat een schone, onbezorgde tijd wordt. En dat we met z'n allen een hoop spas en lol kunnen maken. Wat gaat je doen op Aschewon zich? Jijntje of lachen en blij dat het over is? Ja, er zal best een truintje vallen, maar het zal bij mij toch heel muig zijn en dan bliezen dat het ook over is. Maar ik verheug me eerst nu op de carnaval. Ik wens jullie allemaal een fantastische vastelavond. Ik hoop dat je jullie allemaal goed gaat amuseren en wellicht komen we ons ergens in de stad tegen. Mijn plezier.